De wereld is een schepping van de duivel, van Mephistoles. Het bewijs voor deze stelling is de polder van Eemnes. Een wandelaar is van nature hier een ledenganger. Hier raak je niet per ongeluk verdwaald, je doet het expres. De tijd staat stil, de kilometers zijn langer. Maar toch loopt alles op zijn end in de polder van Eemnes. Toch loopt alles op zijn end in de polder van Eemnes. De temperatuur onwezenlijk, 0 graden Fahrenheit. Groot is de leegte in deze verlatenheid. Hoop je iemand te ontmoeten met een revolver of stilettomes, die hardhandig je verblijf bekort in de polder van Eemnes. Hardhandig je verblijf bekort in de polder van Eemnes. De atmosfeer bedompt en onheilzwanger. Nooit zal dit gebied bezongen worden door een dichter of een dichteres. Daar fietst een vrouw die het postuur heeft van een klerenhanger. Schoonheid is ondenkbaar in de polder van Eemnes. Schoonheid is ondenkbaar in de polder van Eemnes. De polder van Eemnes, God werd zo moedeloos bij het idee dat hij de hele schepping aan de duivel overdeed. Dit verklaart de rampspoed, de aarde is een etterend absces. Maar dat is allemaal begonnen bij de polder van Eemnes. Allemaal begonnen bij de polder van Eemnes.